Ik spreek met Leon Flemings en die zegt van ja, voor ons is het toch een complete verrassing. Snap jij dat? Ja, nee. Goed, het heeft me ook verbaasd dat ze nooit iets hebben gemerkt. Maar goed, het is ook nooit echt concreet geworden. Dat heb ik vanmiddag ook verteld. En dat is maandagavond allemaal naar buiten gekomen. En dat was voor mij ook een verrassing. Hoe vreemd is het dan om hier vandaag te staan, in zo'n oefenwedstrijd? Nou, ik vond het wel even lekker. Eventjes lekker voetballen en gedacht eventjes ergens anders op. Want het waren toch wel hectische uren en waren best slopend. Alleen ja, dat hoort er nou eenmaal bij. En als je dan daartoe komt, dan weet je de gevolgen en dan moet je die ook dragen. Jij zegt zelf, het was niet relevant die steun. Het ging mij erom dat we verder moeten met Feyenoord. Maar als je hier komt, kan ik me wel voorstellen dat je je druk maakt. Straks gaat de hele boel je uitlopen, jou, dat soort dingen. Hoe was dat, die opkomst? Nou, ik heb niks gemerkt eigenlijk. En nogmaals, als dat zo is, dan begrijp ik dat. Goed, ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. En daarin ben ik het traject ingegaan. Met de groep. En uiteindelijk is het eruit gekomen. Ja, dat is heel spijtig. En ik vind dat ook niet leuk. Alleen, ja, dat is uiteindelijk zo gelopen. Nu bestaat de technische staf niet alleen uit een trainer Mario Been, maar ook uit andere mensen. Bijvoorbeeld de eerder genoemde Flemings. Gaat jullie motie van wantrouwen, moet ik het zeggen, alleen echt om Mario Been? Of denk je van, ja, die hele staf heeft dan misschien al mist een klik met ons? Nou, we hebben in principe al over Mario gesproken en verder niet. En dat het zo snel zo zou escaleren, om het zo maar te zeggen. Ja, dat hadden wij ook niet verwacht. En nogmaals, het is maandagavond gaan spelen. Ja, dan gaat het heel snel. En dat is helaas niet meer terug te draaien. Maar het gaat echt alleen om Mario Been? Nou, dat gesprek wel, ja. En voor de rest hebben we daar verder. We weten de gevolgen dat nu de trainer weg is. Ja, en dat nu anders opgelost gaat worden. Maar ja, in principe moeten wij dat nu op het veld laten zien. Laatste vraag dan. Ik kan me voorstellen, je zegt het gaat zo ontzettend snel. Dan denk je ook niet na over wat het nu moet gebeuren. Maar anderzijds, als je als spelersgroep zoveel verantwoordelijkheid neemt, heb je dan ook al gedachten over een toekomst? Laat ik maar gewoon namen noemen of dat soort dingen? Nee, dat is nu verder ook niet aan ons. Dat is aan de leiding om daar wat mee te doen. Dat heeft meneer Van Geel vanmiddag ook denk ik duidelijk gemaakt. En voor de rest kan ik daar weinig over zeggen. Dat is niet onze pakket.